Een hele goede morgen. Het is donderdag. Het is tijd om Mev naar school te brengen. En daarna heb ik een afspraak met Jack. Jack ken ik al heel lang uit de American voetbalwereld. Het is eigenlijk een van de eerste personen die ik ooit gesproken heb over American voetbal. Of de eerste eigenlijk. Hij komt vandaag bij ons thuis omdat ik klaar ben met, weet je, het niet sporten. Hij woont eigenlijk best wel ver weg, een uur rijden, Lelystad. Maar hij komt dan hier naartoe 2 keer per week als het kan. Om ons te trainen. Dus ik en Remco gewoon in de tuin en in onze home garage. Want we hebben daar eigenlijk wel de spullen staan, maar we gebruiken het niet. Dus we gaan kijken naar de mogelijkheden daar. Dus die komt straks langs, maar eerst ga ik natuurlijk Mev brengen. En ik heb ook nog niet ontbeten. En ik ben nog niet wakker eigenlijk. Ik ben weer thuis. Kijk. Oké. Je mag wel wat zeggen hoor. Ja, je zegt kijk, nou dan kijk ik. Kijk, Mari, kijk. Nee, ik bedoelde naar de kijkers kijken. Oh, dag, kijkers kijk. Ik ga even snel ontbijt maken nu. En daarna heb ik dus mijn afspraak. Hij zou toch om 10 uur komen? 10 uur, ja. Is zeker? Het is echt niet meer. 10 uur heb ik gezegd. Heb jij gezegd? Ik heb gesproken. Hoe heb jij het gezegd? Ja, omdat jij zei 9:30, dus zei ik in de background. 10, doe maar 10 uur, want 9:30 red je niet. En dat klopt. Oh, oké. Okay. Ik heb net de afspraak afgerond. We hebben best wel veel besproken. Nu moeten ik en Remco er even over nadenken of we hiermee verder willen en hoe. Hij kwam wel met afvallen over intermittent fasting, of hoe dat ook heet. Ik heb er wel vaker van gehoord, maar echt, ik krijg er alleen al stress van als ik eraan denk. Maar goed, ik ga me er even wat meer over verdiepen. Of meer in verdiepen. Het is, als ik er alleen al aan denk dat ik niet moet eten. Maar deze werd ook wakker, omdat ze honger had. Ik ga nu naar kantoor samen met Mali. Want ik heb nieuwe samples binnengekregen van een nieuwe leverancier waar ik mee samen wil werken. Dus die ga ik even ophalen. Net op kantoor aangekomen, maar kijk even hoe Mali in slaap is gevallen. Ik ben weer thuis. Ik heb het pakketje opgehaald. Ik heb even de leggings zo hier neergezet. Het zijn 2 bedrijven waarbij ik samples heb besteld. De bovenste 3 zijn van 1 bedrijf. En deze 2 zijn van 1 bedrijf. Het bedrijf die dit heeft gemaakt is, ja, hoe zeg je dat? Ze specialiseren zich vooral in een soort van cheerleaders kleding. Dus ik vond dat wel iets funkies hebben. Waardoor ik dacht, nou, laat me samples bestellen. Dit zijn overigens nieuwe ontwerpen. Die wellicht in de webshop komen. En ja, hetzelfde geldt voor die. Deze leverancier is gewoon een allround fitness maker. En als je het een beetje kan zien, dit is eigenlijk hetzelfde ontwerp. Ik heb ze precies hetzelfde design gestuurd. Het enige wat ik bij hun anders heb gedaan is de kleur van die, ja, die dingetjes. En het zijn ook, is ook andere stof. Maar moet je kijken wat een verschil qua print. Dus je moet altijd alles heel duidelijk en goed communiceren tot in detail. Want anders krijg je dus dit. De een begrijpt uit zo'n print dit en de ander dus zoiets. En de kleur is ook anders. Maar goed, ik vind ze beide mooi. Ik ga kijken of ik ze aan kan doen of ik dat pas. Want maten en stoffen zijn een heel ander verhaal. Want hier heb ik van het ene bedrijf die allround fitness maker, hoe zeg je dat? Manufacturers noemen we dat in het Engels. Hebben me ook al deze stoffen toegestuurd zodat ik kan voelen en kan kijken welke kleur ik bij wat vind passen. En of ik daar iets tussen zie wat ik wil veranderen. En zo grappig, die cheerleaders bedrijf had dit gestuurd. Zo grappig. Het is echt zo'n scrunchie. Ik ga het wel dragen, though. Ik heb het al lang niet gedragen. Maar dat was ik aan het zeggen. Stoffen. Want ieder stof is ook afhankelijk van hoeveel stretch. Want je geeft dus een matentabel waarvan jij zegt van, goh, dit vind ik bij mijn merk passen. Maar afhankelijk van de stof kan die maat passen of niet, als je snapt wat ik bedoel. Dus dit heeft bijvoorbeeld misschien iets meer stretch. Oh ja, dit heeft bijna geen stretch. Dan vergeleken met dit of dit.
Zie je, dit stretcht nogal en dit bijna niet. Dus dan klopt maatentabel al niet. Oké, ik heb dus legging 1 aan. Deze. Super nice. En de stof, ja, die kunnen jullie niet goed zien. Dat is echt super, super nice. Alleen nadeel is, hij is veel te kort. Hierboven, het moet high waist zijn. Ja, er is wel iets leuks hier aan. Ik heb natuurlijk altijd de peach bottom. Dit is altijd 2 lagen stof bij mij. Dus dit stuk heb je 2 lagen stof, zodat het echt niet doorzichtig is. Maar bij deze legging hebben ze dus iets anders van gemaakt. Dat ga ik even laten zien. Er zitten trouwens wel trekkoortjes aan. Dit is dus de legging die ik net aan had. Dit is de achterkant. Hier zie je dus die peach bottom. Maar omdat hier dus geen 2 lagen stof in zit, maar dit. Het is dus eigenlijk een onderbroek in een legging vastgemaakt. Waardoor de legging eigenlijk veel comfortabeler zit. Dit is trouwens deze combinatie. Dus 69% polyester en 31% spandex. Hoe meer spandex, hoe meer stretch erin zit. Dus dat is super fijn. Maar goed, dan maakt dit, de peach bottom, dus eigenlijk overbodig. Dan zou je die ook weg kunnen laten en zeggen, we doen alleen dit erin. Maar dan ben ik nog niet echt over uit. Dan moet ik even, ja, gewoon wat langer dragen en kijken hoe het zit. Nu heb ik deze aan, die met die zwarte fritseltjes aan de zijkant, wat ik overigens echt leuk vind. Kijk dan. Deze legging. Deze is volgens mij 72% polyester en de rest spandex. 28 dan, ja. Maar dit is een gesublimeerde legging. En gesublimeerd wil zeggen dat het aan de binnenkant wit is. En ze hebben eigenlijk de print erover geprint, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat patroontje is erop geprint. Nadeel daarvan is, zoals je hier kan zien, is het eigenlijk donker. Hier is het onuitgerekt, maar zodra je het gaat uitrekken, wordt het dus lichter. En dat zie je dus een beetje bij de benen. Gezien dit grootste gedeelte is, rekt het het meest hier. Daarentegen dit vooral. Dus de peach bottom hier is dus wel dubbelstof gebruikt. Dus hier zit 2 lagen. Maar dan zie je dat minder rekt dan de rest. En dan is het daar donkerder. Dus niet echt, ik weet niet, niet echt de beste keus, denk ik. Maar ik vind het verder wel een lekkere stof, lekkere legging. Maar nogmaals, niet high waist genoeg. Dit kan veel hoger. Ik heb nu dus deze legging aan. Deze is dus van die andere leverancier. Die 2 vorige waren van die allround fabrikant. Nu, ja, ik noemde het maker, maar fabrikant bedoelde ik. Nu heb ik dus die andere. En hoewel dit waarschijnlijk voor jullie heel cool uitziet, want het is een beetje grijzig, een beetje jeansachtig, vind ik dit dus helemaal niks. Dit is gesublimeerd. Dus net als bij die vorige is dat, ach, ik zal even laten zien. Kijk, dan zie je dat het van binnen wit is. En de rest is er gewoon overheen geprint. Maar dat vind ik bij zwart echt totaal niet nodig, gezien, ja, je hebt gewoon zwarte stof. Dat hoef je echt niet te sublimeren. Maar dan krijg je dus dit, als je dat uitrekt. En als het ook gewoon niet goed geverfd is. Dat zie je vooral bij de peach bottom. Echt kansloos dit. Nee, afgeschreven. Het ontwerp vind ik wel leuk, though. Gewoon 1 been voor de helft anders. Dit is die andere variant. Dit heeft mij zoveel moeite gekost om aan te trekken. Want ze hebben het hier zo strak gemaakt. En het is op zich wel fijn als je het eenmaal aan hebt. Maar als je het dus over je heupen moet trekken. En ik heb al brede heupen. Het is echt een gevecht. Maar goed, dit is niet elastisch. Die andere wel. Deze vind ik ook wel mooi eigenlijk. Hetzelfde probleem met het sublimeren. Hier zie je dat de kleur veel lichter is dan daar bijvoorbeeld. Dus ja, ik weet het niet, hoor. Ik vind deze niet slecht om een keer te dragen, maar ik weet niet of ik hem in de verkoop zou doen. Nou, ik ga die derde legging niet eens proberen, want tot nu toe is het een teleurstelling. En ik zie dat het gewoon precies op dezelfde manier is gemaakt als die eerste zwarte van dat, zeg maar, van die fabrikant. Dus dat bespaar ik jullie en vooral mezelf. Even kijken, die eerste 2. Ik moet even met die fabrikant communiceren dat dus de taille hoger moet. En liefst aan de onderkant bij de voeten ook wat. De stofcombinatie moeten we even bespreken. Ik moet hieruit gaan kiezen. En ja, wat nog meer. Ik heb nog wel
één sample, nee twee, van twee leveranciers. Eigenlijk eentje waar ik al mee bekend ben. Die levert altijd, maar ook hem had ik de nieuwe designs gestuurd. En ik zei, maak ze eens en kijken hoe het bij jou uitziet. En ik heb nog een andere leverancier, maar dat is een heel ander ontwerp ook, wat daarbij zit. En daar heb ik al eens een sample van ontvangen, maar die is zo gaaf. Ik kan het niet eens uitleggen. Als hij binnenkomt, hij zegt dat hij deze week zou versturen, dan laat ik het jullie zien. Maar hij is anders dan wat jullie hier zagen. Ja, daarbij heb je gewoon een soort charlatan. Nou, jullie gaan het wel zien. In ieder geval, dit was het voor nu. Ik hou deze voorlopig even aan. Hij zit wel comfortabel als je het eenmaal aan hebt. Hij ziet alleen niet uit. Ziet alleen niet uit. Ik zit nu even op de bank, even bijkomen. Mali zit naar mij te kijken of naar de camera. Ik had het op Videoland The Hills gevonden. De New Beginnings heet dat volgens mij. Dat is dus de acteurs, maar dan in het leven van nu. Is vorig jaar of zo opgenomen. Dus ik dacht, ik ga even kijken waarom ik vroeger zo kansloos was. Dat ik dat zo leuk vind of vond. En kijken of ik dat nu nog steeds vind. Mali is aan het leren kruipen. Ze probeert al een kwartier bij dat poppetje te komen. En nou, jullie hebben net gezien waar ze begon, dus het gaat de goede kant op. Ik ben even naar boven gegaan. Ik lig nu, of zit nu gewoon op bed. Ik zit hier vaker, ik weet niet waarom. Ik kan ook boven op kantoor, ons huiskantoor gaan zitten. Maar ik vind altijd slaapkamer gewoon een betere vibe hebben. Wow, ik glim trouwens echt enorm. Nee, een betere vibe hebben voor een meeting. Ik weet niet waarom. Maar ik heb nu dus een call met iemand. Ik ken haar niet. Echt nog nooit gezien, gesproken of whatever. Ik ben haar online tegengekomen. Zij stuurde me een berichtje dat zij ook wel affiniteit heeft met catering en bakken en weet ik het allemaal. En gezien ik wil starten aan mijn Knessa Foods project, dacht ik, ik plan even een call in en ga gewoon even met haar praten over hoe nu verder. En ja, zij gaat me gewoon helpen een recept samen te stellen die we kunnen ontwikkelen. Maar goed, daar vertel ik nog veel meer over als ik de juiste persoon heb gevonden en het project officieel van start gaat. Oké, ik probeer even iets nieuws uit qua camerastand. Maar ik ben onderweg Memf ophalen. En ik heb net mijn call afgerond. Ik weet niet of dit haalbaar is. Mijn call afgerond en het was een positief gesprek. Die vrouw gaat dit weekend... Nou, het werkt dus niet. Dit weekend gaat ze een product maken. We hebben besproken wat de wensen zijn. Dus ze gaat proberen of het haalbaar is. Het is dus echt iets te eten wat eigenlijk vooral voor mensen met allergieën bedoeld is. Maar ook wel een goed en lekker product. Dus ze gaat dit weekend dat maken. En als het lukt, dan zien we elkaar volgend weekend om het te gaan proberen. Dus dat is wel spannend. Ik en Memf gaan weer working out. Oh, Memf is al klaar ervoor. Dit is zo spannend. Mijn Knessa affiliate website is bijna klaar. En we willen het 1 juni officieel lanceren. Maar er moeten nog dingen gebeuren. Sowieso deze achtergrond vind ik niet echt passen bij de logo. Het weet je wel, het is blauw. Dat zie je niet in de achtergrond. Het is meer groenig. Maar we willen het dus 1 juni lanceren en ja, we moeten nog wat dingen aanpassen. Het is echt gewoon spannend allemaal.